Rond een kleine 20 minuten voor de aftrap van de wedstrijd Eemdijk-IJsselmeervogels. Is Eemdijk er klaar voor? Denk het wel, als je ziet wat er allemaal gebeurt hier. Ja. Hoe heb je het team voorbereid afgelopen week? Ja, hetzelfde als altijd. Beelden kijken, wat ik ook bij collega's van Buitenspellen verteld heb. Wel de dinsdagtraining ook nog gereserveerd om wat extra's nog te laten zien. Omdat we ook de VCT, de voetbalconditietraining, eruit wilden halen. Ik merk toch dat er zijn nog wat jongens die natuurlijk lang seizoen hebben gehad. Smalle selectie gehad. Ja. Dus ik wilde gewoon dat iedereen fris naar deze wedstrijd kon leven. En dat deze wedstrijd is ook echt voor de jongens. Dus ze hebben zo hard gewerkt het hele seizoen al. 37 punten. Ik heb net ook gezegd, ik heb ook geen bespreking meer gehouden, jongens. Zo hard gewerkt het hele jaar. En deze wedstrijd is gewoon voor jullie. Het gaat niet meer om linker rijtje even nu. Dit is een wedstrijd op zich. Geniet daar lekker van. Heb jij je team deze week voorbereid? Ja, ik hoop goed. Want dat doe je elke week. Niet alleen voor deze wedstrijd, maar voor elke wedstrijd. Dus goed trainen. Vorige week was een slijtageslag. Dus ook, we komen nu in de eindfase van het seizoen. Ga ik wat proberen, althans, de boel wat frisser te houden. Ik denk dat we dat allemaal goed gedaan hebben. Ik denk dat we een mooie opstelling hebben staan. We hebben de beelden laten zien, je bespreekt wat. Je houdt ook nog rekening met eventueel twee opties die Eemdijk door elkaar heen wel eens afwisselt. Mm-hmm. Het ziet er allemaal goed uit. Wordt een mooi entourage, denk ik. En kijken wat Schipstraat. Speelronde 28 in de derde divisie A, en niet zomaar eentje. Is in Dijk dat het op eigen veld opneemt tegen IJsselmeervogels. Natuurlijk al reden voor een mooie sfeeractie, zowel van rood als van groen. Een mooie vuurwerkshow hebben de groenen georganiseerd. IJsselmeervogels een mooie slipperparade. Vuurwerk natuurlijk, hoort er allemaal bij. IJsselmeervogels en Eemdijk eigenlijk in de gebruikelijke opstelling. Spelen beide met dezelfde formatie als die van vorige week. Een wedstrijd van vanmiddag onder leiding van de heer Wim Bronsvoort, ervaren leidsman. En die ziet onder meer dat Eemdijk hier voor het eerst gevaarlijk kan worden. De inzet van Yannick Bouw. Maakt een zacht inzet bij de eerste paal. Kan makkelijk gepakt worden door Jamie Schaap. Dan IJsselmeervogels, bal gecontroleerd door Danny van der Meijrakker. Die stuurt Marouane Verkerdiep. Rick Blokhuis daar degene die tekort komt. En dat een Verkerd opnieuw proberen. Een mooie passeeractie. En vervolgens het schot gekraakt daar door Jordi Huigen, de aanvoerder van de Diekers. Tegen de corner voor IJsselmeervogels, snel genomen. Voorzet van Buter naar de tweede paal toe. Daar staat dan eigenlijk niemand. Ja, dan wordt de bal toch achtergekopt. Betekent het een nieuwe corner voor de Vogels. Jouke Beekhuis, de doelman van de Diekers. Afakker met de voorzet. Ingekopt daardoor Kai Ramstein. Nog wel tegen een Eemdijker hoofd aan, dus betekent opnieuw een corner. Dat is de beginfase even voor de Vogels. Roua Fakker kan daar van de Meijerakker vrij inkoppen. Maar die mikt de bal aan de verkeerde kant van de paal. Blijft het hier 0 tegen 0. Bielica. Gerwin van de Groep gezocht, is even naar voren geschoven. De rechtsback van IJsselmeervogels. Voorzet daar naar de voeten van Danny van der Meijrakker. Maar die mikt het doel te hoog. Die mikt richting de ingang van het sportpark. Zal Karsten vooral geïrriteerd zijn dat zijn ploeg nog niet weet te scoren hier. Eemdijk weer. Afgetroefd door Daniel van Zon. Maar komt Jesse Schuurman er vervolgens niet uit, waardoor Eemdijk door kan. Eemdijk chipt naar Yannick Bouw. Schot dan. Maar eigenlijk te weinig vuur in dat schot. En bovendien voorlangs. Maar opnieuw een speldenprikje van de Diekers. De tweede helft inmiddels. Waarin IJsselmeervogels tegen de wind in speelt. Het is te horen. En zet Eemdijk hier behoorlijk druk. En daar had IJsselmeervogels dat eerste kwartier na rust eigenlijk geen antwoord op. Van der Meijrakker. Naar links uiteindelijk naar Marouane Afakker. Afakker kan de 16 binnenkomen. Schot. Maar schot rakelings voorlangs.
Een van de spaarzame kansen van de Rooien in de tweede helft zou dit uiteindelijk zijn. Van der Meirakker baalt ervan. Heemdijk opnieuw. Flink inkomen daar. Van Kai Ramstein. Vrij trap gegeven door Wim Bronsvoort. Rakelings langs de goal. De poging hier. Maar het is Heemdijk dat meer en meer uit de schulp kruipt. Hier ook via een slordige bal van Kai Ramstein, de aanvoerder van de Vogels. En Karsten ziet het met leden ogen aan. Vogels de grip verliest. Hollard met de inworp. Doorgepaast en dan is daar de goal. En ontploft hier Sportpark de Vink. Het is Yannick Bouw die hier Heemdijk op een 1-0 voorsprong schiet. En moet hij zo meer Vogels hier op zoek naar Eerherstel. Prachtig doorgespeeld door, volgens mij is dat Jeffrey van der Dikkenberg. En zijn ze bij Heemdijk blij. Wel wat water aangereikt richting Jordi Huygen, want het is warm. Een stuk warmer dan in de heenwedstrijd. Maar Heemdijk trekt zich daar minder van aan vanmiddag. En het is Yannick Bouw die zijn 15e treffer van dit seizoen binnenprikt. Hij is meer volgens daardoor in de achtervolging. Bielica hier op de huid gezeten. Door van de Dikkenberg. Blijft het zwemmen. En is het Heemdijk dat hier wederom gevaarlijk wordt. Maar kan Jamie Schaap hier voorkomen dat er 2-0 op het scorebord komt. IJsselmeer was het na die goal even helemaal kwijt. Van Dalen hier met de inzet. Of was het van de Dikkenberg? In ieder geval de bal die naast ging. Redikus vierde het feestje vast. Enorme luxe hier. Opnieuw de inworp van Dennis Hollard. Vorige keer was dat een doelpunt. Dit keer kan hij ze meer als opruimen. Krijgt Ramstein daar een beuk? Nee, het is Butter die daar een beuk krijgt. Tanden op elkaar. Want die voorsprong gaat er niet door weg van Redikus. En de achterstand dus voor de Vogels. Hier een fout van Junior van der Velde. Probeert de Diekers hier via een chip richting de lat. Maar ziet Jamie Schaap dat hij op en niet onder de lat komt. Zal hij blij mee zijn. Is het van Jordi Hilterman. Nelke Beekhuis. Weinig getest. Zie je Jamie Schaap. Oei, dat is een pijnlijke landing voor de doelman van de Vogels. En ook Yannick Bouw ligt daar niet heel best bij. Ja, potential check gevaar. Die is hij niet. Lijkt me ook eerlijk gezegd geen sprake van. Doen ze wel mooi bij de Diekers. Last van de knie bij Jamie Schaap. En ook Yannick Bouw moet het strijdtoneel verlaten. Met de schouderblessure zo te zien. En moet IJsselmeer wel zijn list verzinnen om hier die achterstand te doorbreken. Gebeurt onder meer met 4 wissels. En later zo ook Basiel Camara nog invallen. Is het opnieuw velddruk zetten van Heemdijk, gedragen door de wind en gedragen door de eigen supporters. Gaat IJsselmeer was opnieuw in de fout. Weliswaar weer hersteld, maar het geeft iets aan van hoe de wedstrijd vanmiddag verloopt. Junior van der Velde. Blinde val naar voren, eigenlijk naar niemands land. En Danny van der Meijer lijkt zich wel af te vragen, wat moet ik hier nou weer mee? Is het vervolgens de counter. Counter van Adjet Selimi. Legt hij die bal daar klaar? Ja hoor, is het 2-0. Laat IJsselmeer van ons hier in het mes. En is het Heemdijk dat profiteert. Niet uit IJsselmeer van ons het veel te weinig zien in de tweede helft. En is het Heemdijk dat het feestje viert. En betekent dat dat de balans over 2 wedstrijden gezien in het voordeel zal gaan zijn van Heemdijk.
die bovendien een enorme sprong maken in de strijd tegen handhaving. En IJsselmeervals moet nog maar zien of ze die derde divisie dit seizoen uitkomen. Wordt het feestje natuurlijk gevierd. En verdient Willem Romp hier de complimenten, want zijn strijdwijze was beter dan die van de Vogels vanmiddag. Jesper van Dalen, bejubeld. Opnieuw trefzeker in de derby. Is dit misschien wel de laatste poging van IJsselmeervogels? Is het IJsselmeervogels dat verliest? Eemdijk dat wint. En die het feestje gaan vieren. En dat zal wellicht tot in de late uurtjes blijven gebeuren. Vogels likt de wonden. 2-0 nederlaag tegen Eemdijk. Hoe sta je erbij? Ja, het is mega vervelend natuurlijk. Teleurgesteld. En ja, moet je ervan zeggen, geen woorden voor eigenlijk. Onderaan de streep, niet eens onverdiend voor Eemdijk, zeg maar. Nee, ik moet zeggen, eerste helft doen wij het prima, denk ik. Heb je kansen genoeg. Moet je eigenlijk een goal maken met Butten, denk ik. Ja, tweede helft, win tegen, maar dat moet geen excuus zijn. Het was gewoon slecht. En ja, je laat gewoon een wanprestatie zien, naar mijn idee. Van allemaal ook, hoor. Er is niet iemand die het wel goed deed of iemand die het overdreven slecht deed. Maar het was gewoon niet best. Ja, dat is echt een beetje... Jan, wat voor gevoel sta je na de 2-0 nederlaag? Ja, weet je... Dat openingsdoelpunt, ja, volgens mij een vrije trap op de middenlijn. Trappen ze lukken raken op doel. En daar zet je dit hele sportpark mee in de fik. Want voor die tijd had ik het idee van, nou, we hebben controle. Begin tweede helft zelfs heel veel dreiging. Ik vind dat we elkaar wat meer de bal hadden moeten gunnen voor de goal. Want dan maak je meer doelpunten. Ik vond dat het veel voor zichzelf gegaan werd. Maar overal vond ik dat we verdedigend tot aan de 1-0 niks hebben weggegeven. En aanvallend genoeg gecreëerd hebben om in ieder geval voor te komen. Ja, als je dan na een doelpunt, na een tegenslag... zo ver wegzakt, ja, dat is onbeschrijfelijk. En voor de winterstop heb ik dat volgens mij wel eens vaker gezegd. Als wij iets een tegenslag krijgen, dan gaan we de goede dingen niet meer doen. Nou, dat was vandaag collectief. Dan is het warm, dan heb je een goede bank. Dan denk je, nou, 4 fitte wissels. Dan had ik het wel even het idee dat het iets beter ging, dat we de tweede ballen wonnen en wat druk kregen. Maar ja, toen flikkert Jamie ondersteboven in die botsing met, ik denk, Yannick. En nou, dat is Yannick trouwens, die zich net voorbij strompelen. Maar ja, na dat incident had ik het idee dat het klaar was. Maar ook in de eerste helft vond ik het af en toe bij vlagen best wel slordig van onze kant. Hoe kan jij dat tegenhouden? Nou ja, dat klopt. Maar dat weet je eigenlijk ook wel van tevoren. Ik heb die vraag ook gehad toen we met 4-1 wonnen van Spakenburg. Toen vond ik het ook heel slordig. Alleen dan win je hem en dan is iedereen de euforie. Ja. Maar dat vond ik vandaag eigenlijk ook. Ik vond tegen ons thuis met Spakenburg toen dat hun de controle hadden totdat wij 1-1 maakten. Mm. Nou, en vandaag vond ik dat wij de controle hadden en eigenlijk voor hadden moeten komen. Totdat hun de 1-0 maakten en daarna waren wij het kwijt, waren we van de leg. Ja. En dit moet wel echt, als dit nog geen week op call is. Want je ziet Volendam dik voor staan en die spelen toch nog weer gelijk. Ja. Genemuiden wint weer van Nijkerk, die komen er weer bij. Maar je krijgt elke keer weer de kans om. Ja. En elke keer laat je het zelf liggen. En dat is blijkbaar toch de druk van de koppositie, want dit gebeurt ons nu 5 keer. Ja. En ik wil vandaag nog de verzachte omstandigheid hebben dat ze hier allemaal heel graag van ons wouden winnen. Mm-hmm. Maar dit verhaal heb ik nou al hoe vaak af moeten steken, een keer of 5. We doen het goed. Ja. 13 punten, 5 wedstrijden, we komen netjes naar de eerste plek toe. Mm-hmm. Kun je vandaag afstand nemen van 2 grote clubs, Nijkerk en Volendam. Ja. En dan, wat doe je? Je geeft de punten weer cadeau en dan moet je weer in de achtervolging. Tijd voor een sportpsycholoog misschien. Nou, je zou bijna denken of ik moet het worden, maar hier moeten we echt wel lering uittrekken. Kijk, dat je verlies kan, maar dat je na een tegengoal zo ver wegzakt kan niet. Dat is 1. 2. Elke keer als we op de eerste plek staan, dan gebeurt dit. Ja. Ja, wat moet ik dan gaan doen? Stoppen met trainen en gaan zuipen op donderdagavond? Ja, dat is denk ik ook niet de oplossing, maar je zou het bijna denken. Ja, dat is echt een beetje collectief falen, zeg maar. Waar zat het hem in jouw beleving? Ja, ik denk, en zoals ik zeg, de eerste helft was helemaal niet heel slecht, maar ik weet het niet. We zijn het gewoon kwijt de tweede helft. Of die motivatie eruit, ja, lijkt mij niet, maar het lukt gewoon niet meer. En ik weet het niet eigenlijk. Geen woorden voor de rest. Even kijken naar jouw wedstrijd, hoe vond je het voor jou gaan? Ja, ook de eerste helft prima. Even wennen, weinig zuurstof in de lucht. Ja, tweede helft, ja, dat heb ik kunnen doen. Alleen maar lange ballen verwerken, meer niet. Dat was het. Dus ja, meer niet. Prima eerste helft, tweede helft slecht. Nu is het even een zaak om een kopje koel te houden en gewoon het grote plaatje te blijven zien, denk ik, in de competitie. Ja, zeker. De Staphorst die doet het goed, speelt gelijk bij Volendam. Dus ja, je staat nog gelijk. Maar
Dat is gewoon niet best. En we moeten gewoon naar het kampioenschap werken. En volgende week weer winnen. Als je zei net al, hè, grote plaatje in de competitie is de schade beperkt. Maar het doet wel pijn natuurlijk, hè, voor heel veel supporters. En ik denk voor jullie als staf net zo natuurlijk, hè, verliezen van Emdijk met 2-0. Ja, we dachten die spelers dan. Die vinden dit ook niet leuk. En nou gaat iedereen het weer over de inzet hebben. Nou, ze zaten in de rust, jongen. Ze zaten bij die zaten naar adem te happen. Ze hebben er wel energie in gestoken. Daar ligt het niet aan. Dat is onzin. Maar als jij elkaar de bal net een halve meter verkeerd aanspeelt. Als je net even, die kopbal gaat net voorlangs, gaat iedereen komen wij voor. Gaan wij klein maken, moeten hun de grote ruimte geven. Ja, allemaal als, maar ik bedoel, daar zit het in. We moeten het in het voetbal zoeken. Ik vond dat we het overtal op links de eerste helft veel te weinig gebruikt hebben. Mm. En ik vind dat we na de 1-0 gewoon mentaal zijn ingestort. Ja, ik denk dat gewoon, was meteen de genadeklap, leek het wel. Ja, dat leek het wel op. En ik moet zeggen, dat gevoel had ik pas echt na die botsing met Jamie. Toen had ik ook zoiets van, ja. Want elke keer lag aan de rechter en aan de linker stond iemand van ons helemaal vrij. Mm-hmm. En die bal die ging rechtdoor, hun koppen hem terug en ze leggen hem weer achter. Ja, dat was ook wachten dat die tweede ging vallen. Mm-hmm. Ja, en dat zijn van die kleine details. Dan zie je gewoon, en je kunt ze ook niet bereiken. Nee, je probeert te schreeuwen, maar je hoort nog steeds die toeters. Ja. Nou, Pascal ook, die zegt, ik hoor je echt niet trainen, want dan geblaas met die dingen. En dat is prima, dat hoort er allemaal bij. Mm-hmm. Maar dan zie je ook dat het net een andere wedstrijd is dan normaal. Ja. Ja, even uithuilen en volgende week keihard werken alweer en nog steeds. Nou, niet even uithuilen. Het is heel simpel. Een win duurt 5 minuten. Een nederlaag duurt gewoon een volle week. En ook met een overwinning volgende week poetsen we deze niet weg. Want ik vind, nogmaals, en ik snap dat niemand wil verliezen hier. Want dan hebben ze het weer over, ja, schande voor de club. Nou, allemaal mooi, daar kan ik niks mee. Maar de manier waarop wij het laatste half uur gespeeld hebben, dat zou tegen iedere tegenstander een schande voor de club zijn geweest. En dat laatste, daar maak ik me zorgen om. Dat moeten we van de week goed bespreken. We moeten goed trainen, we moeten weer fit worden. We krijgen nu 6 wedstrijden, 4 thuiswedstrijden. We hebben samen met Volendam de meeste punten. We kunnen alles hebben, feitelijk nog in eigen hand. Maar ja, wat ik net zei, volgens mij helemaal aan het begin. Als dit geen wake-up call is, dan weet ik het niet meer.